Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we eens kijken naar stevigheid door osmose. Dat is een proces wat bij planten plaatsvindt. Planten kunnen eigenlijk op twee manieren stevig zijn. Hun celwanden geven wat stevigheid omdat ze cellulose bevatten. Kunnen nog extra stevigheid bevatten als houtstof of lignine in die celwanden worden afgezet. Maar ook osmose kan bij bladeren en bij kruidachtige planten een rol spelen. En daar gaan we in dit filmpje even op in. We hebben het verschijnsel plasmolyse. Een cel kan eigenlijk zo klein worden door het verlies van water dat hij loslaat van de celwand. Dat betekent dus dat de cel kleiner is dan het hokje waar die in zit. En dat kan bijvoorbeeld als de cel water verliest doordat de plant in zout water komt te staan. Water stroomt er dan uit en dan wordt de cel kleiner dan de plek waar die in hoort. Dat leidt natuurlijk tot slapte en dat werkt hetzelfde eigenlijk als gewone uitdroging. Plantenbladeren gaan natuurlijk ook helemaal slap worden op het moment dat ze gewoon uitdrogen. Hier zie je een aantal normale cellen van de rode ui, rood gekleurd door de rode vacuoleinhoud. En die cellen zijn groot en stevig, vullen helemaal de celwand. Dus hier is beslist geen sprake van plasmolyse. Maar als je dat ding in zout water zou gooien, dat preparaat, dan zie je dat die celmembraan water door moet laten. Want hij was nou eenmaal semi-permeabel en dat water kan hij niet goed vasthouden. Dus dat proces dat gaat enige tijd door tot er een evenwicht ontstaat met het zoute water eromheen. En dan zie je geplasmoliseerde cellen. De cel is kleiner dan de ruimte die zijn celwand eigenlijk biedt. En daar is natuurlijk ook een grenssituatie voor waarbij de celmembraan precies tegen de celwand aan ligt, maar eigenlijk nog niet echt druk uitoefent daarop. Dat heet dan grensplasmolyse. Dat is precies het punt waarbij dus de cel niet meer zwaar drukt op de celwand, maar precies de grootte van de cel heeft die heeft gekregen door de grootte van de celwand. Voorbij de grensplasmolyse aan de stevige kant, dan staat die plant dus niet in heel zout water of iets dergelijks. Hij heeft een hypotone oplossing om zich heen en kan water voldoende aanzuigen. Dan raken die plantencellen in de zogenaamde turgor. Die plantencellen zijn turgescent, wordt ook wel gezegd. Dat betekent dus dat die cel stevig is, want die binnen die membraan die in die celwand zit, die zuigt water aan. En wordt daarom eigenlijk zoals een fietsband in een buitenband, die drukt stevig tegen de celwand aan. En dat leidt tot een flinke stevigheid. Een plant, ook al heeft hij geen houtstof en weinig cellulose, kan dan toch stevig rechtop staan door voldoende water en voldoende turgor in die cellen. Met normale situaties hoef je geen rekening te houden dat die celwand dan ook nog eens een keer kapot kan gaan. Een plant kan een tijdje, hij heeft natuurlijk mineralen nodig, maar hij kan een tijdje zelfs in gedestilleerd water staan zonder dat er celwanden scheuren. Dat kunnen de celwanden over het algemeen prima aan. En de druk zelfs als er gedestilleerd water om die plant heen zit. Natuurlijk ontstaat er dan een soort evenwicht. Die celwand is heel stevig, die knapt niet, maar die geeft een tegendruk tegen dat binnenstromende gedestilleerd water. En dat leidt ertoe dat die cel maximaal stevig is. Hier zie je nog even plaatjes van plasmolyse, grensplasmolyse en turgor. Bij plasmolyse zit er dus water buiten de cel wat heel veel opgeloste stoffen bevat. Dat betekent dat het water zal onttrekken aan de cel zelf, gewoon door osmose. Het water verdwijnt, die celmembraan die schrompelt in, want de vacuole wordt kleiner, cytoplasma wordt compacter. En er blijft een klein celletje in de ruimte van de celwand over, plasmolyse. Op een gegeven moment is er evenwicht, de celmembraan zit precies tegen de celwand aan, maar er is nog niet echt een druk op de celwand. Dat ontstaat als er turgor is. Je ziet hier ook in het plaatje dat de celwand daardoor een klein beetje uitrekt. Heel veel is het niet, maar voldoende om een stevigheid met zich mee te brengen. En zo zie je dus dat die cel stevig is door osmose, want er gaat water in net zolang tot die cel stevig onder spanning staat. Dierlijke cellen hebben natuurlijk helemaal geen celwand, dus bij een dier kan je geen plasmolyse hebben, want er is geen celwand om van los te laten. En die cel kan ook, als er een hypotone oplossing omheen zit, makkelijk opzwellen en zal in principe in theorie dus zelfs uit elkaar kunnen klappen omdat er geen celwand omheen zit die hem beschermt.
In de praktijk gebeurt dat meestal niet. Zijn er al schadelijke effecten door het opzwellen van allerlei weefsels, bijvoorbeeld in je hersenen, waardoor een organisme al eerder doodgaat dan dat, dat bijvoorbeeld allemaal bloedcellen zullen uit elkaar spatten. Maar als je een buisje met bloedcellen neemt en je gaat daar gedestilleerd water bij spuiten, dan zullen die cellen inderdaad door osmose zoveel vocht opnemen dat ze allemaal uit elkaar klappen en dan zinken ze allemaal naar de bodem en is er niks meer mee te beginnen. Dat was weer een filmpje over osmose en stevigheid. Tot een volgend filmpje maar.